weer kijk naar een nieuwe vlog. Een vlog waarin de meisjes na de schoolvakantie weer voor het eerst naar school gaan. Waarin ik een hele bult met administratie opruim. Iets wat eigenlijk al maanden geleden had moeten gebeuren. En ik ga met sterren wandelen en die vond het saai. En moet je maar zien wat er dan gebeurt. Veel kijkplezier! Goedemorgen! Goedemorgen allemaal, het is donderdag. Ja, donderdagochtend. We zitten met z'n allen aan de ontbijttafel, zelfs papa is erbij, want die hoeft pas om 8 uur te beginnen. Dus we konden niet uitslapen, want de wekker ging wel om 6 uur. De meiden moeten namelijk straks om 20:07 weer op de bus. En ik werd helemaal niet zo vroeg wakker. Nee, wij moesten jullie wakker maken. Maar... Was jij al wakker? Ben je wel wakker, ja. Ik ging gelijk weer achter om mijn deken doen, zodat ik weer lekker uit kon slapen en jullie gingen verder. Oh, fijn. Nou, die is heel vrolijk wakker geworden, zoals je hoort. We gaan lekker even eten, tas klaarmaken en die meisjes zometeen weer op de bus zitten. Heb je een beetje zin in school? Ja, omdat mijn vriendje Joanna zit er ook in. In de bus, hè? Ja, en daar geef ik een... Wijsneus. Een tekening aan. En volgens mij komt Ellen er ook nog wel in. Maar misschien. En anders zie je die in de klas. Ja. Ja. Dus. Joanna niet. Alleen nog even jaren doen, hè? Of wil je zo naar school? Nee. Beetje wild, hè? Ja. Sonic. Dit is onze Sonic. Kleine en ik moet nog tanden poetsen en even kleren aandoen. En dan mijn tas omdoen. En dan ga ik een vitamine nemen. Gezellig. Aangekleed. Ik ga zo meteen boven even stofzuigen, maar ik heb eerst even een lading mappen naar beneden gehaald. Allemaal administratie van ons thuis nog in Nederland. Kijk. Hele stapel met papieren wat er los ligt. Wat eigenlijk nog in de mappen moet. Wat is van het feit dat we hier zijn komen wonen. En vanaf het moment dat we hier zijn komen wonen eigenlijk... Het gaat om rekeningen, om papieren met betrekking tot ons persoonsnummer en dat soort zaken. Dat wil ik eigenlijk allemaal even netjes in de map hebben. En even kijken wat ik al weg kan doen, wat we dus niet meer gebruiken of nodig hebben of hoeven te bewaren van onze oude administratie vanuit Nederland. Op dit moment hang ik ook in de wacht bij Verzekeringskassan. Ik heb eventjes wat vragen over de kinderbijslag die we gaan ontvangen. Om te kijken of ze nog gegevens van ons nodig zijn of dat het zo goed is en wanneer we dan de eerste kinderbijslag kunnen verwachten hier in Zweden. En ik moet zometeen ook even contact opnemen met de commune, want ik wil alvast even wat dingen gaan bespreken met betrekking tot een vergunning eventueel die nodig is om onze camperplaats te kunnen gaan starten straks. En wat had ik nog meer voor vragen? Oh ja, ik wil heel graag even contact opnemen met school, zodat Jeroen en ik een Zweedse cursus kunnen gaan starten. Goede voornemens van dit jaar. Ik wil alles gewoon even goed regelen, dus ik ga even veel telefoontjes plegen vandaag, administratie op orde maken en dan that's it. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. Night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. And ready! Hier een doos vol allemaal oud papier, dingen dat weg kunnen, wat door de versnipperaar gaat. En daar weer een hele bak vol. Met alle up-to-date administratie. Echt heel fijn dat het weg is. Want het lag echt al maandenlang lag het op een kast. En ik verplaatste dat steeds. En nu zit het allemaal daarin. Maar we zijn dus voor nu klaar. We gaan even deze rotzooi opruimen. Sterren wil even lekker knuffelen. Ga je mij helpen opruimen? Nee. Je bent moe, hè? Je hebt net nog even tukkie gedaan.
Ben je nog steeds een beetje moe? Tablet. Ben je op de tablet? Ja. Zullen we eerst even spelen samen? Ja. Met huisje. Mama, dit even gauw naar boven brengen. Gaan we spelen, oké? Okay? Oké. Okay. En de meisjes zijn weer thuis. De eerste schooldag na de vakantie. Hoe was het, meisjes? Echt leuk. Ja? Ik ging de hele dag met Ellen spelen. Jouw vriendinnetje, hè? Verrassend. Ja. En jij? Jij kreeg een dikke knuffel van Alice? Alles. Alles. Oh, sorry, sorry. Maar, hey, weet je wat je vergeten was? Zag ik nu op je bureau. Jouw mapje. Pas op, is heet. Jouw mapje met stiften en potloodjes. Als we die nou straks even klaarmaken en in je tas doen, kun je morgen meenemen. Ja, één mama. Nee, mama. Ik zal het mee naar school nemen. Heb jij het kaarsje uitgeblazen? Niet doen. Dus heet, hè? Au. Nee, ik heb het kaarsje aan. Ja, doe ik zo wel weer aan. Maar wat moet je meenemen? Mijn zalfje. Voor je lippen, hè? Moet je even in je jaszak doen. Of in je pakzak. Ik heb nog een knoop hier binnen. Oh ja. In mijn pak. Nou, ik ben blij dat het leuk was. Ik ben blij dat jullie er weer zijn, want ik heb jullie wel een beetje gemist. Ja. Nou, lekker koekjes en thee staat er op het menu. We hebben weer een pakketje ontvangen van een lieve volger. De meisjes gaan hem even uitpakken. Allemaal snoep. En boekjes. Scratchbook. Nee, het is niet zomaar een boek. Goedemorgen deze morgen. Ik blijf het doen, hè, elke ochtend. Het is inmiddels alweer 9:10. De meisjes zijn alweer naar school. De laatste schooldag van de week. En het was maar hun tweede schooldag. Dus het was een korte week voor ze. Vanmiddag zijn ze lekker op tijd thuis. Jeroen is ook alweer aan het werk. Die moet vandaag eventjes wat broden brengen richting Bode en Lilio, geloof ik. Wat ik heb begrepen. Omdat er iets mis was gegaan met de bestelling. Dus dat gaat hij doen. In plaats van brood bakken. Ook wel eens een keer leuk. Wisselt een beetje af, hè. Sterre, die heb ik net aangekleed. Die zit even een filmpje te kijken. Ik ga hier even opruimen. En dan moet ik straks even met de vlog aan de gang, zodat ik die alvast klaar kan zetten voor aanstaande zondag. Het is natuurlijk alweer vrijdag. En morgen moet ik boodschappen doen in Euvekalix. Want we krijgen 's middags visite van Johnny en Maaike. Die komen met de kinderen gezellig langs. En volgens mij nemen ze ook haar ouders mee. Die zijn hier over. Volgens mij komen die ook mee. Dus ik zei al, gaan we gezellig lekker worstjes maken. En ja... Gewoon gezellig met elkaar zijn. En het sneeuwt weer, jongens. Er valt behoorlijk wat uit de lucht. Gisteravond al, nu. Dus ik moet ook sneeuw schuiven vandaag. Of morgen. Ligt er eventjes aan. Jeroen heeft morgenochtend op de planning staan trouwens. Dat hij richting Landscherf gaat. Om bij een vergadering te zijn voor de visvergunning. Voor de visvereniging. Ik weet alleen niet of dat daadwerkelijk gaat lukken, omdat we en moeten schuiven en moeten nog boodschappen halen. En om 11:00 komt morgen die visite al. Dus we moeten even zien hoe het loopt. Wij hebben ons aangekleed. We zijn lekker warm aangekleed. Wat gaan we doen? Sleeën, hè? Gaan we een stukje wandelen? Ja. Ja. Het is erg warm ingepakt, dekentje over. Het is niet zo heel koud, maar goed, als ze stil zit, dan wordt ze wel sneller koud. Oh ja, en ik kan jullie nu bij daglicht even het vogelhuisje laten zien. Check dit. Vet leuk geworden. Het sneeuwt. Dus wij gaan gauw wandelen voordat Sterren geen zin meer hebt. En alweer op de terugweg. Sterre heeft niet meer zoveel zin. Ik heb Sterre wel super makkelijk om haar middel, zeg maar, of de slee, om haar middel vastgemaakt met een sjaal. En zo trek ik haar. Maar Sterre wil graag weer naar binnen. Ze riep de hele tijd, buiten, buiten. Maar ze bedoelt binnen. Ik was hetzelfde pad ingelopen waar ik laatst die rendier had gezien in het bos, toen ik alleen was. Nu niks gezien, maar ik kon niet verder een bospad op of zo.
Omdat het zoveel heeft gesneeuwd. Het is echt niet normaal. Kijk maar eens. En dit is alleen maar van gisteravond en vannacht. En een beetje van vanmorgen nog. Maar die wegen zijn dus helemaal niet te doen. Dus ik kan er helemaal niet in. Ook niet waar normaal de sneeuwscooter rijdt. Dus nou ja, dan maar zo. We zijn in ieder geval even buiten geweest, frisse neus gehaald. Even lunchen zometeen, want het is alweer lunchtijd straks. En dan, oh ja, met de vlog bezig. Dat zou ik ook nog doen. Druk, 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 druk. Kijk nou wat er gebeurt. Valt gewoon in slaap zo'n beetje. Lekker is dat. Nou, gauw de drukke weg oversteken. Kijk die lucht, jongens, weer trouwens. Het is inmiddels gestopt met sneeuwen. En de lucht wordt eigenlijk weer heel helder en kleurt weer heel mooi roze. Maar ik heb een klein probleempje. Probleempje. Je hebt het al kunnen zien. Ze is in slaap gevallen in de slee. Blijkbaar lag ze zo lekker relaxed. Dat ze dacht, nou ik ga even tukkie doen. Het is 10:30 zag ik. Ik dacht dat het al veel later was. Maar het is pas 10:30. Ik wilde juist wakker houden overdag. Omdat ze 's avonds niet goed in slaap komt. We hebben echt problemen 's nachts met haar met slapen. Ze komt om 12:00 kwam ze de bed uit gisteren. En toen ging ze naar die meiden in de kamer. Goedemorgen, zei ze. En toen hadden we er uiteindelijk al huilend dan maar bij ons weer gelegd. Toen ging ze wel weer slapen. Dus Jeroen ging in Sterren haar bed. Dus ik uiteindelijk Sterren weer in haar campingbedje gelegd. Want die staan nog bij ons. In vanwege de logeerpartijen. Met zijn familie. Dus ik zit tegen Jeroen, je kan gewoon naast mij komen liggen. Hij zegt, nee, ik blijf nou wel hier liggen. Ik lig er net in. Het is echt een zootje met slapen. Uiteindelijk slaapt ze dan verder wel de hele nacht door. Maar wordt dan 's morgens wel wakker van de wekker van Jeroen die dan gaat. En dan is ze eigenlijk ook gelijk huilen. Dus dan is ze volgens mij ook nog niet helemaal uitgeslapen. Dus nou, ik hoop dat het wel snel opgelost wordt. Ik ga haar even naar binnen tillen, want ik denk dat, dat ik haar dan nog maar even op de bank leg of zo. Want blijkbaar is ze wel echt heel erg moe. Terwijl ik even begonnen was met de vlog, zat Sterren hier. Ik denk, wat is het stil? Nou, die heeft de slaap wel weer uit straks. Eigenlijk wil ik de makken maken, want anders gaat ze natuurlijk vanavond niet slapen. Want ze heeft vanmorgen ook al even gepit in de slee. Wat moet ik hier nou mee? Het is wel aandoenlijk. We hebben ons eten achter de kiezen en we zijn met z'n allen even naar buiten. Kinderen willen even helpen met sneeuw schuiven. Jeroen pakt de trekker even. Want deze sneeuw moet wel echt even weggeschoven worden, want er komt nog veel meer aan. Dus deze lading gaan we alvast doen. Is leeg, hè? Wat had jij daar? Sterretje, hè? Sterretje had een sterretje, maar hij is op. Nee, ik ga nou even sneeuw schuiven. Straks weer. Straks nog eentje. Nee. Ja! Goede inmiddels middag. Het is alweer 2:30. Niks gevlogd nog vandaag. We waren eigenlijk een beetje druk. Opruimen, boodschappen doen, schoonmaken. En we hebben zojuist visite gekregen. Dus ik neem jullie even mee naar buiten. Johnny en Maaike zijn hier samen met Maaike, haar ouders. Met kids uiteraard. En we gaan eventjes lekker worstjes grillen en hamburgers bakken. Dus ik neem jullie even mee naar buiten. Het is niet zo heel koud. Ik geloof min 13 of zo. Maar toch even warm aankleden. Kijk. Ik heb mijn skibroek al aan. Jas aan. Ik heb broodjes meegenomen. Dus bakken maar. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher.
just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Die visite is weg. Het was super gezellig. We hebben lekker met z'n allen gegrild. En even gezellig wat gedronken nog. En nu is het tijd om die meisjes op bed te brengen. Sterre ligt er al in vanaf ongeveer 5:30. Die was in mijn armen bijna in slaap gevallen. Toen dacht ik doe alvast haar slaapzak aan. Ik maak er nog even een flesje. Want ja, we hadden late middag gegeten. Maar we moesten eigenlijk nog avondeten. Maar tijdens het aandoen van de slaapzak viel ze gewoon in slaap. Direct. Ik kon haar ook niet meer wakker houden. Ik kon er eigenlijk niks tegen doen. En dat gebeurt best wel vaak eigenlijk de laatste tijd. Dat ze zomaar ineens omvalt. En dan ook helemaal ver weg is. In de slee van de week al. Op de bank was ze zo weg. Nu was ze zo in slaap. Dus blijkbaar kan ze een hele dag dan toch nog niet heel goed volhouden. Ik hoop dat ze vannacht een beetje goed slaapt. Afgelopen nacht ging het wel goed. In haar eigen bed. Dus dat is wel een pluspunt. Die meiden gaan er nu in. Dus ik zeg wel trusten. Oké, de sauna is niet meer gelukt. Het is inmiddels 9:30. 9:30. En we zijn net klaar met hij is nu bezig met uploaden, zeg maar. Maar de laatste dingen zijn nu gebeurd. De sauna wordt niet meer. Ik heb even lekker gedoucht. Dat dan weer wel. Jij hebt ondertussen nog even gedoucht. We gaan heel even op de bank. En ik denk dat ik dan in slaap val. Een klein beetje moe, jij dan? Kom je wel naast me liggen vannacht? Niet weer op de bank in slaap vallen? Nee, weet ik nog niet. Kan je niet beloven? De bank ligt prima. Maar naast mij toch ook? Ja, ook wel. De bank ook.